We gaan een klein flesje cava open doen. Met de borstvoeding gegeven. Dus je gaat niet direct honger hebben, gok ik. Maar we gaan dat delen met twee. Dus dat is echt wel mini. Op onze boy, hè. Schollen, hè. Schollen op onze boy. Beepje. Schoon op Nox. Mag ik eerst drinken? Ja, je moet trekken. Ja? Ja, zeker. Op ons en ons gezinnetje. Ik hou van jullie. Ja, wij ook van u. Manneke, wij ook van ons mama. Oh, lekker. Zo'n prijzen, hè. Maar niet lekker. Hij vond het weer niet lekker. Oh, dat is mooi, manneke. Geef ons maar een frisse, schuimende pint. Ja? Max moet toch nog wel 15 jaar wachten daarmee. Wanneer drink je dat? 15, 16? Als mama wijs. Oh. Zeg. Ja. Met opa Peter. Ja, met opa. Dat wil ik eens zien. Maar we noemen die niet opa Peter, hè? Die noemt gewoon opa. Dan weet ik perfect over wie dat gaat. We hebben opa. Ja, maar ik ken de dingen van die zo goed. En Nono. Hallo. Was dat echt? Overbaar, Nono. Nou ja, dat is niet Italiaans, hè, maar oké. Of je Nono wil, dan doen we Nono. Dat is ook wel schattig. Dat ik goed kunnen slapen. Dan gaan we subiet goed kunnen slapen. Ik ben trouwens verlost van mijn infuse. Voor te plassen? Wat is dat? Ja, dat was vocht, extra vocht of zoiets. En als ik naar het toilet kon gaan, zelf, en kon opstaan, alleen met hun hulp, mocht de infuus eraf. Dus ik ben net pipi gaan doen, infuus is eraf. Ik moet zeggen dat ik me best goed voel. Ik ben alleen gewoon heel moe. Moxie. Hm? Met de machine. Kitties. Ik ben alleen echt extreem moe. Nou oké, we gaan direct wel echt slapen, hè. Want we leven gewoon op adrenaline, denk ik nu. En de liefde voor ons kind. Ik ben moe. Als je die dan zo vast hebt. Nou, wilt je dat dan niet wegleggen, toch? Kan ik zo lang een uurtje blijven zitten? Nee. Ja, ik heb die net ook echt een uur op mij gehad. Maar ja, soms heeft hem precies pijn. Zo. Hoort je? Nee, die droomt. Die slaapt. En die heeft geen pijn. Kijk hoe vredig die ligt. Die is toch keigoed aan het slapen. Kijk, flink aan het slapen. Moet je een schrik hebben, jongen. Hè? Onze papa pakt ze allemaal. Zal ze achter u komen? Papa beschermt. Maar kwam er iets uit zijn mondje? Zever. Ah, kwijl. Kwijl, ja. Oké. Okay. Mondje kwijl, hè. Oei. Dat is ondertussen 2:30 s'nachts of zo. Hij heeft last van slijmpjes. Dus hij geeft slijmpjes over. Dus mijn hart stond even stil. Warm. Maar het gaat goed, hè, baby. Lekker bij papa nu. Ja. Goedemorgen. Het is de eerste dag
Allee, ik bedoel, gisteren ben ik bevallen. Dat is onze eerste dag. Ik denk dat ik deze nacht nog wat beeldjes heb gefilmd. Dus die zal ik hiervoor wel hebben toegevoegd. En het is nu... Ik heb echt geen besef van tijd, precies. Maar het is 9:50. Om, ik denk, 8:00 heeft hem supergoed nog gedronken. Hij doet het echt heel goed, zo'n schatje. Maar deze nacht had hem wel heel veel last van slijmpjes. Dus zijn ze een paar keer komen kijken, hem ook zo wat te groeien legt. En nu gaat het weer top. Het is echt een schatje. Ik ga me even schminken. Mijn buik is er nog steeds. Sorry, ik heb dat ding in mijn mond, maar zoals je kunt zien. Real life update. Maar met mijn enorme diastase zal het nog niet direct weggaan. Plus mijn baarmoeder is ook nog altijd groot. Dus natuurlijk ook, ik ben nog geen 24 uur geleden bevallen. Dus dat heeft ook allemaal zijn tijd nodig. Het is raar, want het is echt nog zo'n buik. Hij wel minder groot als op het einde. Maar nog altijd wel echt een buik. En die is zo heel flubby. Dus dat is wel gek. Maar komt goed. Ik moet mijn lichaam ook tijd geven, natuurlijk. En het mooiste manneke ooit is eruit gekomen. Dus het is allemaal niet erg. Hier ligt hem zo. Hij heeft een sokje aan, omdat één krabwandje vuil was geworden van het overgeven. Dus ja, even een sokje. En hij ligt in het borstvoedingskussen. Lekker warm. Zeg, zo vuil nu al eens. Goedemorgen, het is dag 3 in het ziekenhuis, hè? Ja. Ja, de dag van de bevalling, gisteren en dan vandaag. We did not had a great night, hè? Het was niet zo'n goede nacht, daar is Niels. Goedemorgen, babe. Good morning. ja, we hebben gisteren heeft hem eigenlijk heel goed geslapen overdag en ik denk dat ik hem gewoon meer moest wakker maken om voeding te geven, waardoor gisteravond hij ineens te veel heeft gedronken en te gulzig heeft gedronken. En nee, ik zie er trouwens, ik vind dat ik weer terug zo heel vochtiger uitzie en mijn vingers ook, amai. Misschien omdat ik weinig slaap heb gehad, al 3 dagen. Maar wat ik nu aan het zeggen, oh god. Ah ja, dat je niet zo'n goede nacht hebt gehad, dat je hem te weinig hebt wakker gemaakt en een keer te veel eten. Dus gisteravond heeft hem eigenlijk 2 blokken van bijna 2 uur gegeten. Rond 6 en dan nog eens rond 10:30. En kreeg hem krampen en dan wou hem heel de tijd eigenlijk aan de borst blijven, maar gewoon zo voor troost. Gewoon zuigen, dus dan hebben we het tutje uitgehaald voor de eerste keer. En dat hem zo heel krampje, zo garm. Dus dan hebben we hem moeten troosten. Niels heeft denk ik tot 4 uur of zo geslapen. En dan begon hem hard te wenen en dan heeft hij mij geholpen de hele tijd. En dan zijn we denk ik rond 5:30, 6 of zo terug in slaap kunnen vallen. Eerst heeft hem dan even op mij geslapen, want dat hadden ze aangeraden. En dan heb ik hem een bedje gelegd. Nu slaapt hem nog altijd. Typisch, hè? Ja, we waren pas gaan slapen om 1 uur, hè? Ja, we zijn ook pas gaan slapen om 1, omdat die bleef drinken van 10:30 tot 1. En dan was het al 1 uur. Ja. Dus ja, als je dan maar een uurtje slaap. Ja, ik heb tot 4 uur, maar ja, dat is ook maar 3 uur, dat is ook geen vet, hè? Nee, dat is ook niet veel. Maar ja, oké. Ik was niet de move aan het borstvoeding of zo. Ja, maar ja, toch. We blijven vandaag nog 1 dag hier. Morgen rond de middag, denk ik, op dat papier staat 11:00.
moeten we naar huis? Allee, mogen we naar huis? Dan gaan we naar huis. Dus ik ben benieuwd hoe we vandaag gaan doen. We gaan proberen om iets meer structuur te doen. Dus ik ga ze komen hem direct wegen en mij even nachecken. En dan ga ik de eerste voeding geven. Het is nu 8:45. En als ik hem dan even kan terugleggen, ze gaan hem vandaag niet wassen. Als ik hem dan even kan terugleggen, dan kunnen we wel nog even een uur of twee slapen misschien. That's the plan for today. Trouwens, ik vind nu ook echt juist dat het Noah is. Ja. Ja, maar dat is met dat, ook omdat Noah ook zoveel haartjes had. Ja, en hij heeft Noah zijn pakje aan. Ah ja. Noah had het ook aan op dag 2. Ja. Cute, hè? Cute, hè? Nox, dat is van uw vriend Noah, hè? Die ga je in het weekend, denk ik, wel eens ontmoeten. Nee, die heb je al gezien, eigenlijk, ook op FaceTime, hè? Ja, hè? Een kleine, schattige, klein, schattig ventje. Kiekboe. Kiekboe. Hij denkt, wat is dat? Kiekboe. Schattig. Gaan we eten? Oh, niet mijn mama. Ben je weg nu geweest, hè? Met uw grote voeten. Met uw grote voeten. Met uw grote voeten. Ja. Goedemorgen. Het is dag 3, dus ik thuis. Ja, 4, het is donderdag. Ah ja, 4 eigenlijk. En vandaag mogen we naar huis. Woehoe. We hebben goed geslapen. Hij heeft. Yes, maar hij is nog aan het slapen. Cutie. Hij heeft eerst een blokje van 4 uur geslapen, dan een blokje van 2 uur en dan terug een blokje van 4 uur. Nu. Kijk dat doen. En nu heb ik net zelf gegeten. Hoe laat is het? 8:30. Dan ga ik hem eten geven. Dat gaat ook wel goed de borstvoeding, dus ik ben wel heel blij. En ik ben gewoon blij dat deze nacht wel wat heb kunnen slapen. Ik heb toch ook zeker een goede 6 uur echt goed geslapen. Dus dat is wel goed. Echt top. Ik ben benieuwd hoe het vandaag thuis gaat gaan. Spannend. Lekker aan het eten. Focus. Lekker aan het eten. Mijn zijn op. En Nox gaat nu ook eten. Ah, Nox, ben je nog moe? Ben je nog moe? Goedemorgen, baby. Goedemorgen.